my god. Als ik één ding haat in mijn leven nu, zijn dat wel vliegjes. Yo, die mensen, welkom terug bij een nieuwe Ark. De vorige aflevering liep het namelijk niet zo goed af. Nee, dat meen je niet. Sasuke! Sasuke, hoe kan dit gebeuren? Ja, zoals je hebt gezien, Naruto en Sasuke, ja, allemaal shit. Maar ik heb vandaag een nieuwe tactiek. Ik heb gewoon een nieuwe tactiek uitgevonden hoe ik dit kan gaan winnen. Of in ieder geval niet op domme manieren dood kan gaan. Dat is in ieder geval mijn plan. En ik heb wel een heel goed plannetje daarvoor, dus dat komt helemaal goed. Alright, ik heb echt heel veel dingetjes opgepakt. Deze drie pakketjes zijn ook voor mij. Fuck jou, fuck jou, fuck jou. Oké, I got this. En zo te zien is er al één iemand gesneuveld. Dat is fijn. You know what that means. Hoppakee, we gaan hier gewoon heen en we gaan meteen naar het water toe. De vorige keer hadden we ook heel lang getreuzeld. Dat we echt gewoon heel lang hadden gewoon niks gedaan. En hier zit gewoon iemand. Er zit gewoon iemand hier Dons filmpje te kijken. Stop met Dons filmpjes te kijken. Ik hoor dat wel. Dat je Dons filmpje aan het kijken bent. Vieze, vuile boef. Ik wil dat je Don kijkt. Kijk mij liever. Ik ben veel leuker dan Don, man. Hoppakee. Fuck jou met je Don filmpjes. Ja, als je goed luistert, dan luistert hij gewoon naar Don. Echt waar. Echt een loser. Ga eens geen Don kijken, man. Ga naar Joost kijken op zijn minst, weet je wel. Echt een... hij zit vast, hij zit vast. Hij gaat neer. Hij is neer. Ja hoor, kijk eens aan. Kijk eens hoe mooi ik ben. Oh god, er zit een dino die me aanvalt. Hey, dino. Get the fuck out, please. Dankjewel. Gewoon afsterven. Oh, dat zou ik heel lief vinden. Oh god, wat gebeurt hier allemaal? Van die kutvliegjes er ook om me heen. Ga ik nou dood? Ik hoop het niet. Oh my god, ik ga nog dood ook. Nee. Weet je, ik ben vrijwel chagrijnig geworden van de vorige. Want het probleem was meer, ik had dus iemand gekild. Ik was zo blij, de morning die Don keek. En dan word ik ineens echt overspoeld door vliegjes en al die meuk. En dat is gewoon serieus echt gewoon niet meer normaal. Nou weet je wat, we gaan het gewoon nu wel beter proberen. Dat is trouwens niet mijn tactiek die ik het begin van de aflevering vertelde. Alright, ik heb dus eigenlijk bijna geen enkele meuk. Gewoon echt zwaar kloten, ik heb gewoon echt een kut begin. Hallo mevrouw, ik ga even in elkaar slaan, dat vind jij helemaal niet leuk. En ik ga er vandoor. Geronimo! Oké, we zijn er. En jij bent echt een stomme rotvlieg. Dus sterf aan je lelijke hoofd. Oké, dat was een grapje, Ik heb meteen al die zwermen achter me aan. Godsamme zeg. Nee, dat meen je niet weer. Dat ik weer dood ga door de teringvliegjes. Fuck off. Nee, serieus. Are you fucking kidding me? Maar ik kan niet rennen. En ik krijg ze niet dood. Nee. Oh my god, als ik één ding haat in mijn leven nu, zijn dat wel vliegjes. Oh my fucking god, ik ben echt zo zoutig hierdoor, hè. Maar goed, oké, ik ga niet eens over mijn tactiek praten, wat ik wil proberen. Fuck dat. Als je mij op het moment gewoon in een fucking restaurant stopt, dan pakten ze mij op om eventjes over de vlees heen te gooien, omdat ik zo zoutig ben. Goed, gaan we meteen naar beneden toe, we gaan naar het water toe en daar gaan we gewoon even lekker chillen. Oké, ik zie daar trouwens ook een straal in de vet, dat is ook wel relaxed. Alright, hopelijk val ik niet dood, dat zou ook heel fijn zijn, dankjewel voor niet doodvallen. Ik denk dat het ook slim is om even gewoon hier een klein huisje te maken, want laatst met Joost speelde, dat is ook een tijd geleden, deed ik dat ook. Daarvoor heb ik alleen nog heel veel fiber nodig. Dus dan gaan we even verzamelen. En een megafok komt weer. Oké, dat vind ik niet zo erg. Kijk, bijvoorbeeld als een carnivore regen is en zo. Kan ik mezelf altijd verdedigen om hierin te zitten. Alright, een mooi huisje. Ik kan meteen inspringen zo. Ik kan de deur dicht doen. Mooi zo. Of ja, de deur kan dicht. Helemaal toppie. En jij bent een kutvliegie. Alright, de fok is weg. Ik zie daar ook een T-Rex daar verderop. Alright, dus ik kan heel moeilijk naar de kristal toe. Maar ik wil wel 22 van deze pijlen maken. Dat is mooi. En ik wil graag een boog hebben. Met een boog wil ik natuurlijk 2 bogen. Want ik wil natuurlijk wel 2 bogen hebben. Alright, voordat we daarheen gaan, lijkt me slim om gewoon even deze trike te nemen. Op zijn minst dat we gewoon 1 dino hebben die ons misschien kunnen helpen. Ik ga naar BR, mijn main bitch, bitch. Welk level ben jij? Iets van 2 of zo? Of 22? Geen idee. Je bent level 21. Nice. 21. Ja, daar hebben we wat aan. Je bent wel heel erg sterk. Dus wil je alsjeblieft niet. Oh, kut. Er komt nog een trike aan. Oh. Oh god, dat had ik dan niet gezien dat er nog een trike achter me aan zou komen. Oh god, ik ga hartstikke dood. Nee, rennen, Link. Ik ben weer... Ik ben zo zoutig. Oh my god, ik word zo zoutig van deze game. Ik doe alles fout. Al ga ik op kut manieren dood zoals de muur. Ga ik dood door fucking piranha's in het water. Komt er ineens een T-Rex uit de lucht vallen? Zijn er ontiegelijk veel van die teringvliegjes of aapjes? Of worden gewoon compleet geneukt door T-Rex? Ik ben er klaar mee. Bedankt voor het kijken en ik zie je mee. Dus later.